iedereen. Vorige keer had ik jullie foto's laten zien van mijn haar toen ik het had geverfd. Zoals jullie nu kunnen zien is het er al bijna helemaal uit. Dat betekent dat ik het weer bij ga verven of bij ga kleuren. En het leek me leuk om jullie dat te laten zien, want jullie wilden ook weten hoe ik het had gedaan. Dus bij deze ga ik jullie laten zien hoe ik het heb gedaan. Wat belangrijk is, is dat je haar handdoek droog is. Niet heel erg nat, maar ook niet heel erg oud shirt aan. En voor de rest handschoenen meegenomen. Want anders dan krijg je al die verf op je handen en die krijg je er bijna niet af. Vorige keer had ik de kleur Ruby gebruikt. Dit keer gebruik ik Cerise en Plum. Dus beide van La Riche Directions. Er zit ook nog clipjes bij me die ik eventueel nodig heb. Geen expert in het verven van mijn haar. En vorige keer toen ik die kleuren erin had gedaan, toen heb ik eigenlijk maar gewoon wat gedaan. Wat ik jullie ga laten zien is niet heel professioneel, maar wel mijn manier. Dus we beginnen met deze kant. Dat is de verf die ik ga gebruiken, de Cerise. Het is een beetje een gelachtige verf. En het geeft af als een gek, dus een beetje oppassen met je nek. Zoals ik al zei, heb ik eigenlijk geen techniek, dus wat ik doe is gewoon erin smeren. En omdat ik mijn haar had gebleekt, is het vanaf dit punt ongeveer, vanaf mijn kin, wordt het lichter. Dus ik heb zeg maar, hier is het donker, hier wordt het lichter bruin, hier wordt het nog lichter en onderin wordt het blond. Dus ik weet nog ongeveer de plek. Ik wil dit gedeelte wil ik straks roze hebben en dit onderste gedeelte wil ik straks paars hebben. Omdat het nu zeg maar, omdat ik er echt een gedeelte heb gepakt en het gewoon in heb gesmeerd, dan heeft het eigenlijk geen overgang. Dus wat ik doe is, pak deze pluk haar die ik heb geverfd en langzaam raak ik een beetje te bovenaan, waardoor het daar de verf iets lichter komt te zitten. En ook deze pak ik dan iets te boven vast, waardoor ik het een beetje een soort van over laat gaan. Nu masseer ik het er vooral nog een beetje in om echt. Halverwege het filmpje op de andere camera, die van Serena had ik gebruikt, gaf hij aan dat de geheugenkaart vol zat. Ik weet niet zeker wat ze al heeft gedownload en wat niet. Ik durf niet zo goed te verwijderen. Dus wat ik nu heb gedaan, ik heb het er gewoon helemaal ingebracht. Dit laat ik nu een kwartiertje intrekken en daarna ga ik het eruit zien. Het is een beetje een rommeltje geworden. Ik heb het helemaal over mijn armen heen. En nou ja. Het is gewoon niet echt handig. Dus ik ga nu even snel opruimen ook wat er allemaal in mijn nek zit. Dus wat ik trouwens ook nog even heb gedaan, het ziet er misschien een beetje gek uit. Ik heb even aluminiumfolie eromheen gewikkeld. Dat doen ze ook altijd bij de kapper. Ik weet niet precies wat de reden daarvan is. Ik heb het eigenlijk vooral gedaan zodat het de komende 15 minuten niet steeds weer tegen me aankomt. Omdat ik me straks ga schoonmaken en dan wil ik niet weer steeds terug bij af zijn, zeg maar. Dus ik heb mijn haar even uitgespoeld en je kunt zien dat deze kleur echt een stuk roze-rodiger is dan de Ruby die ik eerst had. Het licht in de badkamer is niet zo goed, dus ik neem het even mee naar een bedroom. Dus dit is die licht roze-rodige kleur. Het is echt behoorlijk fel. Ik weet niet zeker of het goed overkomt op de camera ook, maar het is echt behoorlijk fel. Je kunt ook zo goed zien misschien hoe ik de overgang heb laten doen. Dus het loopt gewoon goed over. En als volgende stap wil ik dan de onderkant, de puntjes in Plum gaan verven. En dat laat ik ook nog even zien. Het is een donkerpaarse kleur. Ook dit is van hetzelfde merk en is ook weer zo'n gelachtige substantie. Ik wil niet zo heel veel. Ik heb zeg maar dit gedeelte is roze en ik wil echt alleen de onderste puntjes wil ik in het paars. Zo, dit is trouwens een oud shirt die ik vorige keer ook heb gebruikt. Daarom zie je hier bijvoorbeeld al die roze vlekken. Dus het geeft gewoon heel erg af. Daarom is het zo belangrijk dat je gewoon een oud shirt aantrekt. Anders dan verpest je je kleding. Wat ik ook weer hier doe is om het een beetje de bovenkant zo lichtjes te wrijven. Om het wat meer over te laten gaan. Oké, that's it. Nou, nu is het weer tijd om even een kwartiertje te wachten en daarna zien we wel of het is gelukt of niet. Nou, mijn haar heb ik nu uitgespoeld. Je kunt het nu nog niet zo goed zien, daarom ga ik het eerst even feunen en dan laat ik het eindresultaat zien. Dit is het uiteindelijke resultaat. Ik hoop dat je het een beetje kan zien.
Ja, dus is die kleuroverloop. Oh, hier is nog een stukje nat, dus het is nog een beetje donker. Van mijn eigen haarkleur tot en met paars. Je kunt het eigenlijk nog iets beter zien in daglicht. Het is inmiddels, ik weet niet hoe laat het is, maar het is niet licht meer buiten. Dus ik laat nog wel een paar foto's zien, zodat je het iets duidelijker kan zien. Want het is nu een beetje donker, dus je ziet het niet heel duidelijk. Misschien met deze lamp. Misschien niet met deze lamp. Om nog even op te sommen wat belangrijk is. Ten eerste handschoenen, want anders worden je handen helemaal vies. Donkere handdoek gebruiken als je haar gaat drogen, want anders geeft het ook helemaal af. En een oud shirt. Voor de rest, zorg gewoon dat je gewoon zoveel mogelijk bedekt. Want dan hoef je daarna ook veel minder op te ruimen. Voor de rest, ik heb dan hieronder geblondeerd haar. Omdat ik eerst zeg maar overging naar blond. Wat ik had gelezen in de comments en zelf ook heb gemerkt. Maar dat vond ik zelf niet erg. Is dat mijn haarkleur nooit meer die blonde kleur gaat worden. Dus hoe lang of hoe vaak ik dit ook ga wassen en niet bijwerk, het komt niet meer terug naar die blonde kleur. Tenminste, het ligt denk ik aan haartype, maar ik denk niet dat het zo is. Dus als je blond haar hebt, hou er dan rekening mee. Als je dan daarna weer terug wil naar blond, moet je gewoon zoveel veel mogelijk eruit wassen. En dan denk ik weer blond verven. Want het zegt wel dat het uitwasbaar is, maar het is dus niet helemaal uitwasbaar. Dat wist ik eigenlijk ook niet van tevoren, maar dan weten jullie dat bij deze. Dat is wel belangrijk om te weten, denk ik, voor als je die stap wilt nemen. Het is dus niet zo heel erg uitwasbaar. Voor de rest hoop ik dat jullie wat hebben gehad aan mijn filmpje. En dat jullie het een beetje duidelijk vonden en misschien ook zelf thuis kunnen doen. Doeg!